Yo mensen, goed van DNPNL met vandaag een nieuwe video. En vandaag ben ik hier met een reageren op de mooiste voetbaldoelpunten. Misschien is er gisteren of eergisteren in de Champions League wel een wereldgoal gescoord. Dat weet ik niet, want deze video neem ik daarvoor op. Ja, die zit dan sowieso niet in deze video. Jammer. Vind je deze video nou leuk? Doe dan zeker een duimpje omhoog. Ik heb het vroeger wel eens gedaan, toen vond ik het hartstikke leuk. Hopelijk nog steeds. En wil je nou ergens op gaan reageren op een specifiek iets? Laat het even achter in de comment. En wie weet maak je wel een wekelijk iets van als jullie het leuk vinden. Ja, dus doe een duimpje als je dit leuk vindt. En abonneer op mijn kanaal, kan hier beneden. Moet je even doen. In ieder geval, vandaag gaan we dus kijken naar de mooiste doelpunten die in 2018 zijn gemaakt. Volgens de man die deze video heeft gemaakt. Ja. Fantastisch. Laten we maar beginnen met deze smikkelvideo. Ik ben er klaar voor. Ik ben klaar om naar wat lekkere doelpjes te kijken. I love some nice goals. Zit er nou copyright muziek onder? Even hard schreeuwen. Ah, zo! Die zitten wel lekker. Echt, als je zo'n bal zo raakt, jongen, tegen City. Oh mijn god, dat is echt wereld. Wat is dit nou? Dit is toch niet zo mooi? Hoeveel dan? Oké. Okay. De actie is wel mooi. De actie is mooi. Deze ken ik. Oh mijn god. Ja, mensen, je zult het misschien niet geloven, maar vroeger... heb ik ook weer eens een bal zo geraakt. Dit is toch wereld. Oh. Ga met. Nou, moet wel een mooi doelpunt zijn. What the fuck? What the fuck? Zie ik goal? Oh, heerlijk. Op zijn Ibrahimovic. Dit is wel echt lekker, hè? Even serieus. Zulke doel ben ik echt groot fan van. Doe er nog maar één. Ja, lekker. Lekker. Oh, als het ook gewoon echt zo bedoeld is om het zo eroverheen te krijgen, is echt heerlijk. Dit, oh, smerig goaltje trouwens. Weet je wat ook smerig is? Is dat Space probeert 4 te winnen door mensen meerdere keren te laten stemmen. Stem op bankzitters. Link in de beschrijving. Oh, Zlatan, ja, sowieso, ja. Deze ken ik, tuurlijk ken ik deze. Ziek doelpunt, echt. Hij doet het er gewoon om. Het hoeft niet eens zo, hè. Hij kan ook lopen en hem gewoon koppen. Nee, hij wil het gewoon zo doen. Oh. Dit lijkt me een beetje op die Wagamens van, wat is het? Lang geleden. Ja, hallo. Hallo. Ja, kijk, leuk dat hij een omhaal doet. Maar kom op, kijk wat hij staat. Er staat ineens een keeper op doel. Ja. Yeah. Zo kan ik het ook. Ja, deze is wel ziek. Echt. Is dit de ziekste omhaal? Ik stop hem trouwens op een mooi moment. Is dit de ziekste omhaal die gescoord is in 2018? Ik denk het wel. Je hebt natuurlijk ook niet van Beel in de Champions League finale. Die komt zit er ook sowieso in. Maar deze was ook echt... what the fuck. Ja. Zo, hoor je dat? Godverdomme, man. Er zitten gewoon 5 man in de tribune. Ah, hier is hij van Beel. Champions League finale. Oh mijn god. Dit is zo ziek. Besef dat hier Marcelo gaf de voorzet. Die speelt gewoon nooit meer. Want mensen... Ik had dus een filmpje gezien en iedereen vindt hem heel slecht of zo. Oh, lekker. Oh, de keeper ook gewoon kansloos. Heerlijk. Die keeper blijft gewoon stilstaan. Die weet gewoon, ik heb geen kans. Heerlijk. Goed omhaaltje zeg. Petkovic. Ook lekker. Ook lekker. Ook lekker hoor. Goed hoor. Snoeihard. Yuri Gazinski. Waar is dit? Dit is hartstikke vol, man. Is dit in Polen of zo? Oh, ik weet niet. Zo! Jezus! Die witte met... oh, wat een goal zeg. Holy shit. Dat is een goal. Ronaldo, ja, deze is ook wel lekker. Hé, hey, Depay staat erin. Oké, dit is ook... het zieke is ook... zeg maar, dit was een mooi doelpunt geweest in de verre hoek ging. Maar het zieke vind ik persoonlijk dat hij in de korte hoek schiet. Echt fucking nice. Pato? Pato? Zo! Enge Chinees in mijn oor. Dit dan verkleef ik. Ik weet het even niet. Oh ja, deze ken ik wel. Ja, wereldgoal dit. Echt een wereldgoal. Ja, 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 ja. Xhaka. Zo, die zit er wel lekker in zeg. Holy shit. Messi. Oh jongen, zo, die kan zo vrije trappen nemen jongen. Die... gast, hoe kan je dit als mooi doelpunt erin stoppen? What the fuck jongen, dit is echt zo'n Arsenal fan. Zo. Koekoek. Maar ja, als je het 100 keer probeert, mag je het ook een keertje in natuurlijk. Oh, die opwippen. Oh, oh, oh. Echt een FIFA goal. Dat kan je ook zo opwippen nu. Dat is echt een FIFA goal. Ja, deze was laat dan. Dit was de eerste goal volgens mij voor LA Galaxy. Dit. What the fuck. Hoe ziek is dat? Ja, nou. Leuk doelpuntje. Zou er een Eredivisie goal bij zitten? Ik denk het niet, hè mensen. Oh. Het mooie is ook gewoon, dit is tegen Liverpool volgens mij. Als je in de Champions League zulke doelpunten maakt, dat is wel echt dubbel zo ziek, toch? Echt serieus, dat is wel echt nog veel nicer. Ja, klein meme goaltje tussendoor. Nino Kouter. Zo heb ik ook ooit gescoord. Oké, mensen, ik wil mijn excuses aanbieden. Hij was toch iets minder mooi dan ik dacht. Ja, dit was het doelpunt. Oh, oh, wat een motoriek. Fantastisch. Ik vond dit echt mooier als ik heel eerlijk ben. Maar ja, kan ik hem uitleggen natuurlijk. Oh. Oh, smerig. Oh, die arme verdediger. Oh, arme verdediger. Oh, lekker ook deze. Deze is lekker. Van ver weg ook. Dat is extra lekker. Oh, wat lekker als ze nog door de beentjes was gegaan dan die andere speler. Dat was helemaal goed geweest. Zo! Kijk. Dit is lekker. Golazo! Oh, echt lekker was deze. Ook Champions League. Echt heerlijk. Daar hoor je toch een vrolijk van. Van Champions League. Ook echt vrolijk. Wat is dit dan? Huh?
Oh, met zo'n hakje ook. Quagliarella, what the fuck. Die is 45 inmiddels. Oh, corner denk ik erin. Oké, dat is wel nice. Huh? Zo, what the fuck. Die is ziek. Holy shit. Oeh, smerig. Hele diepe netten trouwens hier. Hele diepe netten. Oh, smerig. Oh, die speler en die keeper neer. Heerlijk. En weer Quagliarella. Oh, die vet is goed, jongen. What the fuck. Oh, mensen, wat gaat hij doen? Nu een polletje in beeld. Stiften, langs de keeper of een hakje of zo. Oké, stem nu. Ik denk er langs met een mooie skill move of zo. En ik heb het helemaal goed. Ongelooflijk. Keeper, jongen. Noble. Oeh, lekker hoor. Raakt hem goed hoor. Die tikt hem lekker zo. Woep. Nee, what the fuck? Die speler gaat ook opzij hier stond. Besef die man waar de bal nu bij is. Die gaat gewoon opzij. Die is bang voor de bal of zo. Wat is dit? In ieder geval mensen, dit was de video. Dit waren de beste goals van 2018. Zijn jullie het er mee eens? Is er nou een goal wat je zeker mist? Laat dan even achter in de comments. En wil je nou dat ik volgende week op een filmpje ga reageren wat nice is? Laat het ook even achter in de comments. Met bijvoorbeeld, als je zegt van nou, ik wil dat je hierop reageert. Ik ga trouwens niet reageren op de smerigste overtredingen. Of de hardste gebroken been. Want dat wil niemand zien. Mensen, ik wil je bedanken voor het kijken. Doe zeker een duimpje op deze video. Ja, je kan trouwens op mij abonneren. Ik kan hier op dat lekker rondje. Daar zie je lekker. Hè? Wil je andere video van me zien? Kan klik hier. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Ik lijk weer al in de volgende keer. Doei! Laten.